Niet eens meer nadenken. Oh mijn god, jongens, ik kan echt niet eens meer nadenken. Het is echt erg. Het lijkt wel of mijn brein gewoon niet meer functioneert. Het is zo grappig, want ik zat net te denken, wat ga ik jullie in godsnaam vertellen? En ik wilde mijn aantekeningen erbij pakken, net als gisteren. En ik wilde, hij had ook wat van die, notes gegeven. Ik denk, ja, die lees ik dan wel even voor. Maar ik kan er niet eens over nadenken. Mijn brein wil letterlijk niet functioneren op dit moment. En het is een van de beste dingen die me ooit is overkomen, denk ik. Oh. Oh, mijn god, ik kan niet eens uitleggen hoe ik me nu voel. Ik weet niet eens wat ik tegen jullie moet vertellen. Oh mijn god, we hebben net een meditatie gedaan. Het was echt heel gaaf, het was echt heel gaaf. Ik kan eigenlijk gewoon nu alleen maar dankbaar zijn, weet je? Dankbaar en... Het was, ik zal proberen om het een beetje te vertellen, want hij liet ons gewoon weer contact maken met die energie van je toekomstige jij. En ik heb er op zo'n diepe manier contact mee gemaakt dat alles wat ik nu voel, wat eigenlijk een lagere trilling heeft dan die energie... Het is zo makkelijk om het los te laten. Ik had op een gegeven moment tijdens die meditatie, ik had een moment. En ik was ook, het ging echt diep ook in de zin van hoeveel liefde en connectie ik voelde met alles en iedereen. En met mezelf en met dit leven en met mijn dromen. En ja, alsof mijn hele lijf elektrisch was of zo. Ik weet niet eens meer, geen besef meer van tijd of waar ik was of wat dan ook. En ik kreeg op een gegeven moment één zo'n moment en ik moest er echt van lachen gewoon. Zo'n onwijs diep I don't give a flying fuck gevoel. Ik weet niet of jullie dat gevoel herkennen. Ik geef geen zier om andermans problemen, om mijn eigen problemen. Ik geef gewoon geen zier van wat mensen van me verwachten, wat ik behoor te doen. Het is, oh man, het is allemaal zo onverschrikkelijk, onbelangrijk. Tegelijkertijd kwamen ook inzichten, weet je, van wat ik in mijn leven en in mijn bedrijf mag doen om gewoon... Want het is leuk zo'n event, we hadden het er gisteren ook al over. Het is leuk zo'n event en het is leuk zo'n meditatie en om contact te maken met dat gevoel. Maar je wil dat eigenlijk gewoon, dat het een dagelijks ding wordt, weet je. Je wil je gewoon eigenlijk elke dag zo voelen. En ik voelde alles opengaan in mijn lijf. Hij nam ook, ja, hij nam ons mee de chakras door, alhoewel hij dat niet zo noemde. En alles ging open, weet je, letterlijk alles ging open. En het was zo gaaf om te ervaren. En ik werd me ook bewust van een heleboel dingen die ik doe. Waar ik eigenlijk helemaal niet 100% gelukkig van word. En ik heb steeds meer zoiets van 100% afgestemd of niet. Het maakt niet uit of het dan minder geld op gaat leveren. Of dat ik minder mensen heb die me volgen. Het maakt gewoon niet uit. Het moet gewoon 100% afgestemd zijn. Ik moet gewoon echt blij worden van de dingen, weet je. En ik had toen straks ook zo'n moment tijdens dat event. En ik voelde me zo verschrikkelijk goed. Ik gewoon zo... Ik kan niet eens uitleggen, maar ik hoop dat je het ziet. Zo verschrikkelijk goed. En ik dacht, oh mijn god, dit is het enige wat ik wil doen. Om andere mensen datzelfde gevoel te geven. Weet je, als ik dat kan doen in mijn leven. Sorry.
zijn we met z'n allen zo moeilijk aan het doen, weet je, om al die dingen neer te zetten. En zijn we zo hard aan het werken met z'n allen. En het slaat gewoon helemaal nergens op, want het is zo niet waar het om gaat. En het is echt tijd gewoon om te relaxen en om te ontspannen en om gewoon om van elkaar te houden. En kijken wat voor bijdrage we kunnen zijn voor elkaar, weet je. En niet dat... Ik denk dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Het is goed hoor, het zijn tranen van geluk. Het zijn ook gewoon... opluchting, weet je, van jezelf het altijd zo moeilijk hebben gemaakt en dan gewoon opeens zien dat het gewoon echt niet nodig is. En het lijkt wel of ik ook fysiek er niet meer toe in staat ben om het mezelf moeilijk te maken. Het lijkt wel of ik echt de laatste week of de laatste weken, en vandaag was daar ook weer zo'n bijdrage toe, en de komende week zal er ook weer een bijdrage toe zijn, dat ik gewoon fysiek niet meer in staat ben om stress of spanning of ongelukkigheid of wat dan ook te genereren in mijn lijf. En ik heb er gewoon geen zin meer in. Dus het wordt tijd om nog meer dingen te gaan schrappen en nog meer nieuwe keuzes te maken. En weet je, en daarmee voel ik ook alleen maar dat mijn bereik ook alleen maar groter gaat worden. Weet je, dat ik door echt, door de... afscheid te nemen van alle details, dat ik me op een grotere manier dan ooit kan richten op wat echt belangrijk is en om het op het grote, over het grote plaatje en op dat dit gewoon verspreiden, weet je. En natuurlijk zit er een boodschap achter. Natuurlijk gaat het niet alleen maar om wat ik net zei en zitten daar nog een heleboel dingen achter, maar daar kan ik nu niet over nadenken. Ik voel zo sterk van, oh, het is echt tijd om dingen nog meer te focussen, weet je. Nog meer te focussen op wat ik wil en alles wat onzin is gewoon te elimineren, weet je. En me zorgen maken, stressen. Eigenlijk, kort door de bocht rekening houden met of mezelf, bij mezelf weggaan omdat andere mensen... problemen ervaren of andere mensen faciliteren in hun kleinheid en in hun afhankelijkheid en in wat ze nodig hebben van mij. Oh, ik krijg alleen alweer pijn in mijn buik aan het idee dat als ik daaraan denk, dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Het gaat gewoon echt niet meer gebeuren. Ik heb ook als ik daaraan denk, ik kan me nu zo makkelijk ontkoppelen van die energie. Van dat andere mensen afhankelijk zijn van je of je nodig hebben of zo. Het is zo'n zware energie. En weet je wat het is? Je helpt andere mensen er ook niet mee. Je helpt andere mensen er ook niet mee om ze daarin te faciliteren. Want uiteindelijk is dat het laatste op aarde wat ze verder gaan brengen. Dus ja, cool. Zo moeilijk aan het... Ja, precies. Cool. Ik denk dat ik het hier even bij ga laten. Voor nu. Ik ga nog even genieten gewoon van hoe ik me voel. Ik ga nog even een rondje lopen. Ik ga even wat te eten halen. En ik ga met gewoon even met mezelf zijn. Dat is gewoon heel cool. Oké. Ik gun jullie dit echt. Ik ga een plechtige belofte afleggen. Om alles... dat laat hij ons ook doen. Hè? Elke keer een echt een belofte afleggen om ons beste zelf te zijn. Ik ga een belofte afleggen om iedere dag mijn beste zelf mee te nemen. Wat dat voor mij betekent. Om aanwezig te zijn, om op te komen dagen op de manier dat het voor mij het allerbeste voelt. Om de hoogste energie te delen die ik maar kan delen. Om niemand ooit te faciliteren in zijn kleinheid of in zijn afhankelijkheid of in zijn tekort of in wat dan ook. En om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten ervaren hoe het gewoon is om vrij te zijn. Weet je, vrij van
alles en iedereen vrij van financiële verplichtingen. Gewoon vrij. En vooral financieel vrij. Maar dat is aan het einde van de dag gewoon vrij zijn. Dus, dank je.